De vlaggen op Sportpark de Koet hangen half stok in verband met het overlijden van oud-voorzitter Jan Pietersen. NSV ontvangt vandaag het Leidse Lugdunum dat nog volop meestrijdt in de derde periode. En voor NSV zijn de belangen heel duidelijk. Het moet van die laatste plaats af. Het gaatje met BSC is voor aanvang van deze wedstrijd slechts 1 punt. Vanaf de start direct Lugdunum aan de linkerkant van het veld. Is daar de actie en wordt die bal half verwerkt. Kan Disseldorp opruimen, doet dat niet goed. En dan is het Latifi die scoort. Even over een minuut, dus officieel in de tweede minuut. Scoort Lugdunum al en dat is een domper voor NSV. Hier de bal die niet goed weggewerkt wordt. En dan de volley die mij enigszins wel houdbaar leek. Maar uiteindelijk toch in het net beland. 0-1. Kan NSV daar wat tegenover zitten? Het probeert snel te antwoorden. Henk de Cler, de oudste speler van het veld met zijn 43 jaar. Hij ruimt de bal op in de centrale gelederen van Lugdunum. Maar een goede interceptie van Disseldorp. En dan kan Verkoerd weg aan de linkerkant. Mooie sleep. Probeert die bal voor te geven. Is het Loze die lost. En dan is het Coat die uiteindelijk de bal in het half lege doel schuift. 1-1. Snelle reactie van NSV. En we zitten nog binnen de eerste 8 minuten. Met name die interceptie van Disseldorp was belangrijk. Slecht verwerken van die bal van Loze. En dan is het Coat die koelbloedig blijft. Lugdunum dan. Op via de as van het veld. Makkelijk combinerend, maar het is ook makkelijk te verdedigen. Kan die bal rustig gespeeld worden, is het daar een foutje van der Hoorn. En dan kan Absalem hem afleggen. En die legt hem af op Isitier. En dan is het ineens 1-2. Dat gaat razendsnel. Binnen 10 minuten is het al 1-2. Te laconiek verdedigen. En dat wordt afgestraft. Leidenaar in een zetel. NSV aan de rechterkant. Komt er prima door, maar is Coat iets te ver doorgelopen. Waardoor Lugdunum kan opruimen. Mooi driehoekje. En dan wordt die bal verkeerd neergelegd. Dan kunnen ze er weer uit. En daar zijn ze heel goed in. Opnieuw. Mooie paas. Is het Absalem die weg is? En die legt hem af op Boekidoes en die maakt de 1-3. Het gaat echt razendsnel. We zitten nog binnen een kwartier. En waar gaat dit heen vanmiddag? Halverwege de helft van Lugdunum wordt de balverlies geleden en dan zijn die Leidenaren er enorm snel uit. Omschakelen kunnen ze wel. NSV probeert het via Van Koert. Legt die bal voor. Dan wordt die bal opgeruimd. Disseldorp. Maar NSV komt er niet bij. Misschien nu dan. Via Van Koert. Legt de bal terug. Is er ruimte aan de linkerkant voor Verhaar. Komt die bal goed voor. Is het Coat die net bij de eerste paal mist. Dan kan Lugdunum er weer uit. Maar goed geanticipeerd op het middenveld. Opnieuw Lugdunum. Goede interceptie. Is het Verhaar aan de bal. En een goede steekbal tussendoor. Misschien kan dit wat opleveren. Ja, goede kans. En dan is het Van Loze die goed zijn doel uitkomt. Lugdunum via de linkerkant.
Dat is een mooie volley. Maar tot opluchting van iedereen en vooral van Bas Kalshoven gaat die bal naast. Combinatie NSV met Van Koert. Die zet daar Michael Van Koert aan het werk. Houdt die bal knap binnen en dan wil Jelle de Jong uithalen. Maar die raakt daar een speler van Lugdunum. En dan moet die bal even uitgespeeld worden. Opnieuw de rechterkant. Probeert een schotpositie te creëren. Maar dan is het goed verdedigen. Tweede helft. Is het Verhaar. Met een geplaatst schot net naast het doel van Lozen. Eerste wapenfeit in de tweede helft. Henk de Kler, die raakt die bal toch twee keer zou je zeggen. Iedereen protesteert en ziet het ook. Ook voorzitter Van Koert. En dan de wissel. Tim de Kler, hij komt erin. Tim de Kler, oud prof van AZ, Feyenoord, Ajax en Larnaca uit Cyprus. Daar heeft hij allemaal gespeeld voordat hij weer terugkwam op het oude nest bij Lugdunum. Goede interceptie en dan is het de rebound van Dermires, Demirbas, maar die kan gemakkelijk gepakt worden door Kalshoven. Opnieuw Lugdunum. Actief naar de Kler. De Kler naar Demirbas. Speelt hem dan goed in. En dan is het Kalshoven die prima redt en opgeruimd kan worden. Vrije trap, Daan Koot. In de muur. Misschien een rebound voor Van Koert. Schotkans. Nog niet helemaal geweken. En de harde trap van Daan Koot gaat voorlangs. Opnieuw NSV. En dan is dit een slim balletje, maar de richting ontbreekt, de zuiverheid. Lugdunum er dan weer uit. Aan de rechterkant. Is het Isitier en dan is het Kalshoven die redt met de voeten. Lijkt aangeslagen, maar kan verder. Goed gered van Kalshoven. En dan is er geklungel achterin en dan kan Lugdunum die... Nee, het loopt dan heel goed af. Te makkelijk en te laconiek. Daan Koot in dit geval. Schot van Kars van der Hoorn wordt nog geraakt door Lozen, waardoor het opnieuw een hoekschop komt. Lugdunum dan weer. De bal net achter die aanvaller. Dan is er een schotmogelijkheid, maar dat is wat opportunistisch. NSV, hier is de bal. Dan kan het razendsnel gaan. Dat hebben we vanmiddag al eerder gezien. De bal snel gespeeld. Wordt die over de hele weer gespeeld. Het spel wordt continu verplaatst met de hoofd terugleggen. Dan is het Elbouat met het schot en dan gaat Kalshoven in de fout. En dat is de definitieve nekslag voor NSV. 1-4. NSV gaat hier een nederlaag leiden tegen het Leidse Lugdunum. En het ergste is eigenlijk nog dat in Pijnakker het slechtste nieuws kwam. Want BSC 68 won, waardoor het verschil is opgelopen met 4 punten. En met nog 2 wedstrijden te gaan wordt dat een hele zware opgave voor de ploeg van Dennis van der Ing. Volgende week CVC Reeuwijk uit. Dat wordt ook een hele lastige. Laatste wapenfeit van de wedstrijd. Kopbal Jelle de Jong eindigt in de handen van Lozen. En zo blijft het hier 1-4.